is het zover. De officiële eerste wedstrijd van Kim op Verona. Ze gaat BB80 springen. Ze is nu aan het inspringen. En daar gaat ze. Volgens mij heeft zowel Verona als Kim er wel zin in. En ook ik vind het eigenlijk stiekem wel een klein beetje spannend. Op de achtergrond hoor je de waterspuitinstallatie. Maar goed, dit is te leuk om niet te filmen. Verona is een beetje druk. Ondanks dat ze gisteren toch goed gelopen heeft. En Kim die mag als eerste starten. Wat het nog spannender maakt. Zal ik nog even parcours lopen. En dan is het zover. De eerste officiële wedstrijd. Nou, sorry als het beeld niet zo goed is. Ik ben erg slecht te filmen. Maar we gaan nu naar de Ik ben zo meteen als eerste en als derde. Hier is hindernis 1. En dan lopen we door naar 2. Zo, die staat hoog. Ja, ik denk ja, maar die gaan we ook springen. Ik denk ook niet dat we die hoeven te springen. Ja. Hier is 2. Ga je de hoek door om naar hindernis heen. Oh, kijk, hier is 6 al. Gaan we naar. Dit moet je natuurlijk wel meer uitrijden als je in een parcours loopt. Ja, om de hindernis heen. Naar JT. 1, 2, 3. En voor iedereen die dit wil weten, dit is 80 centimeter. Want dit is de klasse BB hoog. Ik denk dat je dat nog weer gaat springen. Oh, dat is een meter. Is dat een meter? Ongeveer. Oké. Gewoon overal mee. Kijk, en hier is het dan. Kijk, en daar is 5. Nee, is hier is 5. Gelukkig zijn de huizen niet onder, want die vindt ze eng. Misschien nu niet meer zo heel erg, maar toch nog. Nee. Gewoon. Waar is 6? Weer naar 6, dat is die okser daar. Daar kunnen we gelijk naar 7. 7 is daar. Ja, 7 is daar. Maar we moeten niet van 5 naar 7 gaan, we moeten van 5 naar 6. Nee, dat is, dan klopt het niet en zijn we uitgebuit. Nee. Tingelingeling! Verkeerd parcours. Hoppa, uitgebeld. Na hindernis 5 komt hindernis 6. Dat is uitgebeld. Ja. Oh, dat klopt niet. Dat is Brecht, prijsje weg. Ja. Nou, deze staat er wel redelijk dik, 80. Ja, joh. Want dit is iets 1 graadje hoger en dan spring ik meteen aan. Oh, Verona kan het ook wel, maar nog niet. Tenminste, ze kan het wel, maar laten we het eerst nog maar niet doen, weet je. Laten we eerst nog maar meer controle tussen in parcours. Dat gaat dan wel beter. Gewoon naar 7. De 7. Je hebt parcours weer. En dan gaan we naar 8. 8 is de dubbel. Dus die gaan we even lekker afsnijden. Hi. Gaan we daar naartoe? Daar. Waar? Daar? Daar. De hindernis. De hindernis is 8. Oh, acht. Daar. En dan een paar nog. Ja, dat klopt. Maar Henk heeft wel een beetje paarden galopsprongen. Als hij zijn best doet. Kijk, dit is 8A. Dan gaan we naar 8A. Maaike, ga jij hem meten? Ja. Oké, ik niet, want ik kan dat echt niet. Maar Maaike gaat hem even meten. We tellen mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus 4. 12 min 2, dat is 10, dus ongeveer 3. Nou, dan zijn we dus 3, voorbij 4. 8, gaan we naar 9. We moeten 4 maken, denk ik. Gaan we naar 9.
Ik zei er 3 maken als ik jou was, want Henk heeft wel grote galopsprongen. Ik kijk wel. Hier gaan we naar 9. Weet je, de hoek moet je een beetje uitrijden, een beetje vanuit daar komen. En ik denk dat dit het dan was, want als we kijken naar 10, dat is de waterbak. Ja, ik denk niet dat we het niet gespeeld. Misschien als bonus, maar... Hij is wat groot hoor. Ja. Ja. Dat is gelijk ja, ik ben wel eens overleefd. Nou, okay. Doei. Het is zover. De eerste echte wedstrijd. Gaat zo beginnen. Ik weet niet hoe nerveus ze is. Maar het ging in ieder geval goed. Tot nu toe. Even de hindernisjes laten zien. Vroon en de huisjes, dat is meestal wel een dingetje. Maar ja, meestal heeft ze een aantal keer geweigerd. De laatste tijd al helemaal niet meer. Maar toch altijd handig om nog even te laten zien. Er wordt nu wordt gebeld. Dus dat betekent dat ze mag gaan groeten en dan gaan starten. Eerste echte officiële wedstrijd. Ik had me vergist. Het is niet dat je allebei de rondjes een prijs kon winnen. Alleen het eerste rondje. Het tweede is HC. Dat betekent horse concours. Dus eigenlijk zonder dat je iets kunt winnen. Het ging hartstikke leuk voor een eerste keer. Hartstikke goed. Dus wie weet hoe het de volgende keer gaat. Bedankt voor het kijken. Ik zie je graag in de volgende video. Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren. Doeg!